Het bestuur van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname heeft gisteren de trofee die aan de winnaar van het Suripop 21 Festival wordt gegeven, ontvangen. Tijdens de generale van Suripop gisteravond werd de trofee overhandigd door Maurino Panza, directeur van de Panza Group of Companies, aan de voorzitter en oprichter van Suripop, Frank Cameron. De trofee is vervaardigd door Panza Group of Companies NV. De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname bestaat dit jaar 45 jaar en de 21ste editie van Suripop herdenkt ook haar 40-jarig bestaan. Zoals u weet, in Suripop, maar ook heel Suriname, de hele wereld, we hebben een moeilijke tijd achter de rug gehad. En dit is symbool van kracht als Suriname zijn. Het is symbool van creativiteit, het is symbool van heritage, het symbool van doorzet. En dit dragen we op aan Suriname, bijzonder. Suripop, inspiratie, Srana Man, Srana Sani, Misani. We kunnen het ook, excellente werk doen. Dit is een voorbeeld van. Samenbundeling van krachten, van alle Surinamers. Heer Panza, heel hartelijk bedankt. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u zich schaart, achter dit groots muziekevenement. Door ons bij elke editie nu zo'n prachtige trofee te garanderen. Mag ik u namens de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur heel hartelijk dankzeggen. En we zijn zo blij dat onze trofee in elk geval gegarandeerd is voor alle edities van Suripop die nog moeten komen. Thank you so much. Dames en heren, mag een applaus voor de heer Panza van de Panza Group Companies NV. De 21ste editie van Suripop zal vanavond plaatsvinden in de Anthony Nesty Sporthal. De 12 componisten wordt heel veel succes toegewenst tijdens de Componistenfestival. En aan het eind van de avond wordt bekend wie met de Jules Genafon trofee naar huis gaat.